Keeping it cheap ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass I'm puppy. Hallo mensen van Dutch Game Tube, ik ben Simon en vandaag doe ik mijn eerste Minecraft snapshot. En vandaag doen we de snapshot van 1.6.2. Maar wat is een snapshot nou eigenlijk? Nou, dan laten we iets nieuws zien. En deze keer kan je paarden. Het is een ezel, dus een paard, ook een paard. Ook een paard, 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 ook een paard. Je kan ook zebra's, maar die kan ik nu even niet vinden. Je hebt ook carpets. En dat zijn volgens mij tapijten, maar ik weet het niet zeker. Die kan je dus. En trouwens, ik zit in de John Smith texture pack, dus niet alles hoort er zo uit te zien. Als je eentje van normale Minecraft wil, dan moet je niet naar deze video kijken. En je hebt ook horse armor. Die ga ik nu even showen. Oh ja, tuurlijk. Je moet je paard temmen. Dan ga je erop, rechtermuisknop. Moet je er net zo vaak rechtermuisknop op doen. Tot je hartjes ziet bij je paard. En met shift ga je er vanaf. En dan blijft je er afgooien tot er hartjes te zien zijn. En dan vertrouwt hij je. En dan kan je hem horse armor geven. Dus ja, dat is het wel een beetje. Ja, hij heeft hartjes. Dan kan je rechtermuisknop... Nee. Zo, dan kan je of diamond horse armor kan je doen. Je kan ook iron horse armor of gold horse armor. Dus dit is nu een paard. Je kan ook, je hebt ook een lead en een name tag. Ik heb geen idee hoe name tag werkt, dus zet hem maar in de reacties als jullie het weten. En je kan ook een lead nemen, dat is een touw om je paard aan mee te nemen, maar het is niet alleen voor paarden. Oh wacht, ik zet hem even op peaceful. Het is niet alleen voor paarden. En je kan hem dan aan een paaltje vastmaken, maar zoals ik al zei, het is niet alleen voor paarden. Dus we pakken even een kip en een varken. En dan doe je bij een varken, die heb je dan ook eraan. Kip, kan ook aan een touwtje. Op die manier kan je ook een beest aan de galg zetten. Want je hebt tenminste touw. En hebben we nog meer te laten zien? Volgens mij niet. Even kijken hoor. Nee. Oh ja, wel. Dit is een heebeel, oftewel een hooibaal. Heel vet. Kan je gebruiken als je een Assassin's Creed map maakt. Voor de hooi dingen waar je in springt. En dan heb je nog verschillende soorten klei. En een blok of kool. En dat is het dan. Subscribe. Laat een like achter. En favorite. Tot de volgende keer. Bij weer een nieuwe snapshot. Doodles.